Op woensdag 1 mei heeft Lau Farms NV een seminar georganiseerd in ons huis met als doel mensen meer informatie te geven over de Surinaamse acerola kers en te interesseren outgrowers te worden van dit gewas. Onze doelgroep voor het seminar is geweest eigenlijk de kleine boer. We hebben er een heleboel kunnen aanspreken en het tweede is geweest, tweede doelgroep is geweest de experten die hier zijn, die zeggen we verdere ontwikkeling van de acerola bij te brengen. Belangrijk voor ons om outgrowers te hebben is ten eerste dat we ons eigen risico minimaliseren, terugdringen. Het tweede dat zeer belangrijk is, is dat wij een goede markt hebben voor het product en met outgrowers onze productie maximaal kunnen laten toenemen. De vereisten om outgrower te worden bij ons zijn, ten eerste moet je land hebben, maar moet een stukje land hebben, het moet stabiel zijn, de verhoudingen moeten klaar zijn, het moet niet zijn dat 3-4 mensen beginnen te vechten om een stukje grond als er dan plantjes erop staan, omdat die plantjes tot 25 jaar moeten blijven staan erop. Dat betekent dat moet alles klaar zijn. Het tweede is, ik als afnemer, als partner van de outgrower, moet de outgrower kunnen vertrouwen. Dat is vreselijk belangrijk, omdat wij een organisch bedrijf zijn. Dat betekent, wij worden gecontroleerd. En wij controleren ook. En daarom is het belangrijk dat er een goed vertrouwen is. En als dat er is, dan moet man proberen met ons samen een businessplan op te stellen. En dan kunnen we beginnen met grondanalyse. Is de grond geschikt? Is de grond niet geschikt? Dan is de boot afgevaren. Is de grond geschikt? Dan kunnen we beginnen. Wij leveren alle plantjes, want ik moet u zeggen, er zijn op de wereld zeker 50 verschillende soorten kersen. Verschillende soorten kersen op de wereld. En wat wij natuurlijk willen, wij hebben een goede variëteit uitgekozen. Dat is de Surinaamse variëteit, die heet 1-8 Bomma. 1-8 heet het eigenlijk. Wij hebben een goede variëteit uitgekozen. Dat betekent die mensen die met ons gaan werken moeten uitsluitend onze variëteit planten. Omdat we weten wat we daar eraan hebben. Zodat het product uniform is. Het derde, of een van de verdere factoren is die man zich moet realiseren, is dat de controle niet alleen zichtcontrole gaan zijn, maar ook materiaalcontrole. Dat betekent chemie, pesticiden, alles wordt gecontroleerd. Alles wordt gecontroleerd. En dan, als men bereid is aan deze voorwaarden te voldoen, dan is men eigenlijk welkom. Acerola hoort tot de meest gezonde fruitsoorten ter wereld, omdat het veel vitamine C en polyphenolen bevat. Het heeft medicinale eigenschappen tegen onder andere diabetes en kanker. In Suriname eten we de rode kers graag vers, maar je moet wel van de zure smaak houden. Daarnaast wordt de vrucht gebruikt om kersensap van te maken. Meneer Tjona Mul geeft aan welke producten er nog meer uit deze kers gehaald worden. Wat wij produceren als product is eigenlijk momentaan sap. En met deze sap wordt eigenlijk een moedersap geproduceerd in Midden-Europa. Dat betekent bijvoorbeeld wordt manjesap gemixt met acerolasap. Dan is
zeer, zeer goed. Ten eerste voor vitamine C, maar het tweede is ook, de sap wordt geconserveerd. Want vitamine C is eigenlijk ook een conserveringsmiddel. En verder worden er verschillende zaken geproduceerd, zoals tabletten, brood. Ik moet u zeggen dat bijvoorbeeld in Zwitserland ongeveer 90% van het brood met acerola-pulver geproduceerd wordt. Onze markt bestaat vooral uitsluitend uit de Europese markt. Dat betekent Midden-Europa, Duitsland, Zwitserland, Nederland, dat zijn zo Oostenrijk, dat zijn zo de Midden-Europese landen die onze markt vormen. Kijk, we hebben een uitnodiging gehad van Lal Farms, een dochteronderneming van Swiss Sur, een Zwitsers bedrijf. De heer Dr. Louis Tjonameu moet het zijn, ja. En toevallig heb ik de opening moeten doen. En natuurlijk is de vraag, wat is de bijdrage van de staat Suriname in het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij als het gaat om zo'n aangelegenheid. In deze fase was het meer, laten we zeggen, een beetje aftastend. Aftastend in die zin van, we zijn uitgenodigd om te zien wat Lal Farms precies doet. Maar LVV als ministerie heeft een begeleidende taak. Dus het moment dat Lal Farms ons nodig zal hebben, bijvoorbeeld bij het helpen van meerdere van planten, als er ziekte en plagen zijn, om hun bij te staan, dan staat het ministerie daarvoor paraat. Tirola is de West-Indische kers, is een variëteit geweest, 1-8, dat ooit werkelijk is ontwikkeld door het ministerie van LVV. Maar daar ziet u ook, praten over jaren terug, is die samenwerking al ontstaan tussen het ministerie van LVV en een bedrijf, in dit geval Lal Farms. Het grote voordeel om outgrower te worden bij ons product, ten eerste, we zijn een stabiel bedrijf. Dat betekent, we hebben onze verschillende technieken onder controle. We zijn uit de experimenteerfase. Het tweede is, we hebben een stabiele markt. En het derde is, en dat is belangrijk natuurlijk, we kunnen de mensen die outgrower willen worden, een stabiel inkomen garanderen. En we zouden blij zijn als naast al deze dingen, vooral naast het stabiel inkomen, ook een liefde voor de kerk voorhanden is. Op donderdag 2 mei is er een workshop georganiseerd op de plantage van Lal Farms NV om de potentiële outdoors kennis te laten maken met het gewas, de behandeling en verwerking. Op dinsdag 30 april jongstleden vond er een conferentie plaats over de betekenis van vaderschap voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkelingen van kinderen. In het bijzonder kinderen van lage en middelinkomenslanden. Deze conferentie is georganiseerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het was een zeer interessante avond. We hebben heel veel nieuwe dingen gehoord over het vaderschap. Met name dat er naast biologische vaders ook psychologische vaders zijn. Onze overheid, maar ook de individuele mannen en de organisaties die ook voor mannen moeten zorgen, is dat we in een behoorlijk scheve verhouding zitten tussen wat mannen kunnen nu en wat vrouwen kunnen qua onderwijs. Als we alleen met onderwijs rekening houden, dat we een vreselijk scheve verhouding krijgen in die samenleving. En op termijn, zoals ik het al heb gehoord, vrouwen gaan meer masculine eigenschappen hebben en mannen omgekeerd. Dan begrijp je hoe scheef onze samenleving eruit gaat zien. Dat we de originele rollen die we hebben gekregen als man en als vrouw, die hele wereld op zijn achterwerk gaat zetten. En dat geen gezonde samenleving gaat worden. Dus als we geen serieuze stappen maken om zeg maar millimeter-wise de zaak in positieve richting te duwen, dat het niet rooskleurig voor ons uitziet als Suriname. Want er moet in de gezinnen moet er balans zijn. Maar als er geen balans is, dan begrijp je wat er gaat gebeuren. En dat is vrij ongezond. En iedereen, elk instituut die een bijdrage kan leveren om deze scheve verhouding weg te maken, is opgeroepen om dit op te pakken, wij allemaal. Nou, dat is zeker een goede ontwikkeling, omdat er een mindshift nodig is van zeg maar de macho cultuur naar meer een verantwoordelijke cultuur. Dus dat
dat mannen de verantwoordelijkheid nog meer gaan nemen en meer een plek gaan innemen binnen hun gezin, om inderdaad voor hun gezin te zorgen. Ik denk dat deze conferentie heel zinvol is, omdat op een ander niveau ook de problematieken, maar ook de uitdagingen en de positieve dingen die er rondom mannen bestaan, de ideeën, de gedachten, dat die dan tot uiting gekomen zijn. Wij hebben aan de basis gestaan van een mannenwerk, mevrouw Hart, Rumas, maar ook vader, mother figure, en dat zijn NGO's aan de basis. En het is goed dan om te zien dat nu de wetenschappers het overnemen en met onderzoek ons willen helpen en de samenleving ook bewust maken. Dus het lijkt mij dat alle handen nodig zijn, all hands on deck. En deze conferentie is denk ik een goede aanzet om te begrijpen dat eigenlijk alle segmenten van die samenleving zich zullen bezig moeten gaan houden met de issue van vaderschap, de issue waarbij mannen vooral betrokken zijn en uiteraard daardoor ook het belang van betere gezinnen, kwalitatief betere gezinnen in Suriname. Dus ik denk dat het zonder meer een succes is, als je het mij vraagt. Zinvol en de samenleving zeker ook een extra duw geeft in de goede richting om uiteindelijk straks te kunnen zeggen, inderdaad, onze samenleving is wat welzijn betreft stappen voorwaarts gemaakt. De organisatie hoopt dat mensen na deze conferentie enthousiast raken om meer onderzoek te doen over dit onderwerp. De issues welke aan de orde zijn gekomen bij dit seminar zijn recente onderzoek, bestaande theorieën, toepassingen en strategie welke toegepast moet worden.